Goedemorgen allemaal. Hallo, hallo. Ik ga heel even mezelf opzoeken. En eens kijken of het beeld goed staat. Nou, de stekker van de heatool mag even uit beeld. Ja. Hallo allemaal, goedemorgen. Nou, gezellig dat jullie er zijn. De online demodag. Nou, ik wacht rustig even totdat jullie binnenkomen. Ik ga ondertussen heel even mijn stand die ik ga gebruiken. Die stukjes die er nog uit moeten even eruit doen. Goedemorgen. Dank jullie wel. Nou, wat leuk. Ja, ik opende vanochtend mijn telefoon. En toen werd ik verrast met ontzettende lieve berichten. Dus heel erg bedankt voor al jullie leuke reacties. Ik heb het natuurlijk nog lang niet allemaal gelezen. Maar ja, ik waardeer het ontzettend. Heel lief. Nou, inderdaad. Het is een gezellig feestje, toch? Ja, hoe leuk is het om dan en de demodag te mogen openen met deze prachtige nieuwe collectie. Nou, dat is toch een feestje waard, toch? Ook nog iets mogen weggeven. Nou, wordt helemaal gezellig. Nou ja, daarover gesproken, voor degenen die het nog niet hadden gelezen, die zien het wellicht in de reacties. Het is inderdaad vandaag mijn verjaardag. En ik kreeg een berichtje van Janine dat ik vanwege mijn verjaardag een tweede prijsje mag weggeven. Dus ik mag 2 mensen blij maken met een verrassingspakketje. Nou, superleuk. Dus nou, dat vind ik natuurlijk helemaal leuk om te mogen doen. Ik denk dat ik eventjes ga beginnen met een aantal voorbeelden laten zien. Janine die vertelde van de week al dat een heel aantal voorbeelden naar het buitenland zijn gegaan. Ik kan dus ook niet alles laten zien. Maar ik heb hier zeker nog wel het een en ander liggen. En ik dacht misschien is het wel leuk om dat even te laten zien. En dan daarna laat ik gewoon producten zien die ik ga gebruiken. In de loop van een live zullen wellicht wat meer producten langskomen dan ik van tevoren heb bedacht. Maar zo gaat het altijd bij mij. En denk ik, oh, dat is eigenlijk ook nog wel leuk erbij. Maar de presentatie die is natuurlijk al gegeven door Janine van de week. En als jullie naar een bepaald product nieuwsgierig zijn, zeg het even in de reacties, want dan laat ik die dus extra even zien. Ik ga even spieken wat jullie allemaal zeggen. Nou, inderdaad, het is vandaag en morgen is er een actie bij Hobbyvision, maar deze collectie ligt natuurlijk in alle winkels. Dus kijk vooral ook even bij jouw hobbywinkel in de buurt wellicht. Iedereen die kan het bestellen, als het niet in de winkels ligt. Nou, ik had dit ATC'tje met mapje van de week al geplaatst. En dit malletje, die zit nieuw in het standsetje. Ik zal het standsetje er even bij pakken. Ik had hem al klaargelegd. Dat is dit leuke setje. Dat is de JMA VDCD 783. Ik kan trouwens dat je even op de achtergrond hoorde, hoi mama. Maar die komt terug van de winkel en die weet natuurlijk even niet dat ze mij niet kan roepen. En hierin zie je dus dat de buitenste is het mapje. En die moet je 2 keer stansen om dat mapje te maken. Nou, daar gaan allerlei lives nog van komen. Ik weet dat Joyce Jansen vandaag ook met ATC's aan de slag gaat. Dus wellicht dat zij dat mapje ook nog gaat gebruiken. En dan heb je hier dus die malletjes waar ik die ATC van heb gebruikt. De buitenste en het binnenste kaartje. Nu heb ik er nog een klein extra matlaagje tussen gedaan. Omdat ik dat qua kleurstelling wel mooi vond. Dus hier heb ik dus het malletje gebruikt. Ik heb hier het kleine framepje gewoon gebruikt om er overheen te doen. Vond ik wel een leuk effect met het vlindertje erop. En ook het mapje. Daar heb ik dus
deze niet gebruikt. En ik heb hem echt zo gedaan dat je hem dicht kan maken. Maar je kunt hem ook zo gebruiken. Dat je hem als pocket gebruikt, zeg maar. Allerlei mogelijkheden. Nou, dat is die. En dan nog een aantal die je nog niet hebt gezien. Nou, dit modelletje had toevallig Martine ook gemaakt. Ik zat te denken, ga ik hem nou laten zien? Ga ik hem nou niet laten zien? Maar ik ga hem gewoon maar laten zien. Soms heb je natuurlijk gewoon met meerdere eenzelfde idee. Hier zit dus ook een laadje onder. En daar heb ik ook het papier gebruikt met de standjes. Dat bloemetje vind ik echt onwijs leuk om overal achter te doen. En ik heb ook een bloemetje gemaakt met de eerdere mal. Die bloemenstand komt natuurlijk uit de Inner Peace. Hier nog bloemetjes erop. En dan heb je hem heel anders als je hem weer met zwart combineert. Ja, Martine, ik moest lachen toen ik jouw dingen zag. Ik dacht, ik ga hem nou nog delen. Maar waarom niet, hè? Dan heb ik deze kaart gemaakt. En ik wilde eigenlijk een kaart maken waarbij ik dat papier gewoon helemaal tot zijn recht vond komen. Want het is zo jammer als die helemaal bedekt is. Maar ik vind het natuurlijk wel leuk als het een en ander lekker op kan. Dus ik ben op de achtergrond wel wat met stempeltjes en masks gaan werken. Pareltjes uit een eerdere Essentials lijn. En ook hier heb ik weer die bloemenstandjes gebruikt. De strikjes van zowel het hemdkort als het organza. Plaatjes. Noem het maar op. En dan heb je natuurlijk weer, en het papier uiteraard, heb je weer iets heel anders. Dan heb ik de stempel gekleurd. Deze is nog niet helemaal af, want ik wilde nog een stiklijntje op doen. Maar deze mooie dame zit ook in de collectie. Hij is eigenlijk iets langer, namelijk op slimline formaat. Maar ik heb hem in een gedeelte gebruikt. Die moet ik nog verder afmaken. Maar ik dacht, ik laat hem in ieder geval vast zien. En dan heb ik hier nog deze kaart. En deze kaart, daar gaan we vandaag ook mee aan de slag. In eerste instantie wilde ik iets voor in de planner doen. Alleen omdat de stencils en de stempels ook al best wel wat worden gebruikt in de andere luis, ga ik ook gewoon met het papier werken. Inclusief wat stempeltjes en stencils. We gaan gewoon lekker kijken. Maar dit keer wil ik meer in de roze tint gaan. Maar ook hier heb ik eigenlijk het nieuwe papier gebruikt, de bloemetjes, de plaatjes, zeker die bingokaartjes en die postzegels passen natuurlijk overal weer bij. Het lint, de tekst, ik vind het heel leuk dat we weer Nederlandse teksten hebben, vind ik echt leuk daarbij. Parelspray en ook hier heb ik natuurlijk weer al die bloemetjes erachter verwerkt. En de stempeltjes ook weer op de achtergrond. Nou, ik denk dat ik nu al best wel genoeg gekletst heb, dus we gaan lekker van start. Ik spiek heel eventjes wat jullie allemaal gezegd hebben. Doe het open en weer. Ja, het is dan vaak, hè, Sylvia, als je dan al die mooie producten voor je hebt liggen, dan denk je, oh, waar ga ik nou mee beginnen? Dat is heel herkenbaar, dat heb ik ook. Moet ik alleen even kijken waar ik nou mijn papier neer heb gelegd. Want had ik aan de kant. Oh, hier. Had ik aan de kant gelegd. Nou, ik heb wat basis gesneden. Ik moest alleen deze nog even rillen. Want je gelooft het niet. Ik heb vanmiddag mijn vrijwilligerswerk ook. En toen dacht ik, wat zullen we eens doen daar? En er waren een aantal kinderen, dat zijn pubers, tussen de 11 en de 15. Die hadden een keer tegen mij gezegd, we willen ook iets creatiefs een keer tijdens de opkomst doen. Dus ik heb een video van tevoren opgenomen, zodat ze allemaal op het beamerscherm tegelijk mee kunnen doen. Maar ik had mijn snijapparaat dus al ingepakt. Dus ik moest net heel snel naar beneden rennen, omdat ik dacht, oh jee, anders dan heb ik die dadelijk met de live natuurlijk niet. Ik moet even spieken, want ik had hem al wel gesneden. Ik heb hem op 21,5 lengte en hij lijkt nu bijna gelijk. Daar moest ik even kijken, want de andere kant is 21,4. Zeg ik dat goed? Oh nee, sorry, 20. En die gaan we even rillen, zodat we een mooie dubbele kaart krijgen. Dan had ik alleen... Oh hier, mijn liniaal. Daar even bij willen pakken.
Ik ga eventjes op 10,4 rillen. En dan vouwen we die, zodat we een dubbele kaart hebben. Ja, ik, Tienke, ik heb 21,5 als lengte inderdaad aangehouden. En ik heb 20,8 als breedte gedaan, omdat ik hem op 10,4 breed wilde zo. Want dan had ik hem net iets mooier qua matlaag. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje hoeveel jij wil dat jouw kraft zichtbaar wordt. Want ik ga met meerdere laagjes werken. Nou, dan heb ik het vocht gesneden. Ik dacht, ik moet trouwens nog wel iets snijden. Ik dacht, we hebben natuurlijk die voorbeeldkaart. Ik zal hem er nog even bij pakken. Dat is die paarse. Die heb ik natuurlijk met paars en zwart gedaan. En ik dacht, hé, het is wel leuk als we die nu eens met wit maken. En roze. En dan heb je natuurlijk meteen weer een hele andere uitstraling. Ik kan het toch niet meer vinden. Oh, hier. Dan heb je al die voorbeelden bij je liggen. Wat ik hier heb gedaan, ik wilde namelijk een dubbele kaart ervan maken. Dat ga ik ook nu weer doen. Dus dat is mijn kraftondergrond. Vervolgens maak ik natuurlijk een matlaag, maar dan nu in de ivory. Dus dat is die, zeg maar, net niet witte kleur van fase. Dan doe ik daar een matlaagje op. En dat geldt ook voor die kleinere strookjes. Spiek heel even of hier een vraag staat, want ik zie van alles binnenkomen. Jullie gaan lekker snel met de chat. Dankjewel, Vinke. Kijk hoor. Nee, ik zie even geen vraag voorbij komen. Maar anders dan stel hem gerust nog een keer. Jullie zijn zo gezellig aan het kletsen. Dan kan het zomaar zijn dat ik de vragen even heb gemist. Nou, we moeten nog even wat strookjes in die ivory snijden. Ik heb deze 10,5 breed gesneden bij 20,4 hoog. En dan hou ik dus maar een heel klein stukje van die kraft over. Nou, deze komt daar weer bovenop. En dan gaan we eventjes een stukje papier snijden voor die kleine stukjes. Want die had ik nog niet gesneden. Nou, ik heb jullie volgens mij al vaker verteld dat ik daar altijd heel graag dit kleurtje voor gebruik. En zeker met het roze dacht ik, hé, dat is wel lekker fris. Nou, en kijk, ik kan nu wel allemaal maten gaan doorgeven. Ik zal straks trouwens wel mijn maten wel even in het bericht zetten op het moment dat ik ze plaats. Maar ik zeg altijd, kijk gewoon even wat jij mooi vindt aan matlaagje. De een vindt het mooier als er wat meer rondom is dan de ander. Zo, hij was niet helemaal recht. Ik ben aan het inimieten. Oh ja, dat snap ik. Hebben jullie al bepaalde favorieten die je graag wil hebben? Ik doe deze op 6 breed. Heb je een bepaald aantal producten waarvan je denkt, nou, die vind ik wel zo mooi. Die is echt aan mij besteed. Even spieken of ik deze op 17,5 had gaan. Ja. Dus deze heb ik op 6 bij 17,5. En dan komt die er dadelijk bovenop. En dan ga ik even kijken of ik deze al goed had gesneden. Of dat ik die nog anders wil. Kijk, dat dacht ik al. Die had ik niet helemaal goed gesneden. Ik had hem nog niet korter gemaakt. Dus daar gaan we nog een stukje van afhalen. Nou, deze is 21. Ik vind het altijd fijn als hij 0,4 ongeveer overhoudt en geen halve centimeter. Dus dan heb je net een iets kleiner randje over. Journal. Ja, dat is echt mooi. Die journal, ik kan hem zo wel laten zien. Hij is echt super mooi.
Hij is ook van Canvas. En ik zit nog heel erg te twijfelen of ik de Canvas ga bewerken. Of dat ik denk, nou, ik laat hem zo. Want het zou wel kunnen. Alleen doordat je natuurlijk, doordat het zo'n mooie stoffen canvas laag heeft, wil ik hem ook niet verprutsen. Even kijken. Ik haal er bij deze nog wel een klein stukje extra vanaf. Want anders zien we mijn kraft helemaal niet meer. En dat vind ik jammer. Het is allemaal leuk, hè? Vind ik ook, hoor. Dus die doen we bij 9,8. Nou, ik zal de maten van mij straks wel even in het bericht zetten. Goed. Nou, was ik erachter gekomen dat de Victorian Velvet, heet die volgens mij. Dat is de oxide in het roze. Die past hier ontzettend mooi bij. Kijk, die ga ik er even bij pakken. Bij dat roze papier heeft die wel echt een leuke match. Nou, dan weten jullie dat ik natuurlijk ook heel graag met bruin werk. Dus mijn idee was om de randjes met bruin te beinkten. Maar dat ik daarna nog met het stencil hier en daar wat aanbreng met deze kleur. Zeker met dat roze match zit ontzettend leuk. Dus we gaan die randjes even lekker beinkten. Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet welke... wat mijn favoriet is. Volgens mij had George Tresor al wel een favoriet gekozen. Maar eigenlijk vind ik het meeste wel leuk. En het leuke is ook wel dat er zoveel match. Ja, en ik moet wel zeggen dat ik het ook heel tof vind dat we nu die waxseals hebben. Die heb ik hier ook al een aantal klaar liggen. Ik kies er nu even voor om de Grand Espresso te gebruiken. Die is net iets donkerder. En ik denk dat het wel mooi afsteekt met het roze. Nou heb ik in dit geval een scrapvel gebruikt. Omdat ik net tekort kwam anders met de lengte van het kleine blokje. Maar ik zeg altijd, het hoeft niet een bepaalde vaste afmeting te hebben. 21 bij 10,5 is natuurlijk de afmeting als je zou zoeken wat is de afmeting van een slimline. Maar doe vooral wat je zelf leuk vindt. En zeker als je dan mooi uitkomt met je kleinere blokje papier, dan maak je hem gewoon ietsjes korter. Ja, deze had ik al bijgesneden, Marleen. Of bijgesneden. Een stukje eraf gesneden. Dat komt, ik dacht vanochtend, ik ga een... Oh, dit zijn reststukjes. Ik ga een andere afmeting doen. Toen dacht ik net, nee, ga niet. Zo. Nou, we hebben ervoor gekozen om vandaag als giveaways surprise pakketjes te doen. Dus het is een verrassing wat voor een leukje in huis krijgt. Dat vond ik wel een heel leuk idee van Janine. Zijn er al van jullie die de collectie zelfs al in huis hebben? Ja, Sylvia zag ik al voorbij komen en ik zag nog iemand voorbij komen. Carla, volgens mij. Maar ik weet niet zeker of Carla er nu is. Ik zie alleen dat de iPad, daar zit ik mee te lezen, dat de batterij bijna leeg is. Terwijl mijn oplader voetsie is, zo te zien. Nou, moet ik daar heel eventjes kijken, want anders kan ik niet met jullie meelezen. Even kijken. Ziet er mooi uit, hè, Barbara? Ja, zeker. Het is mooi papier. Ik zal zo nog wel even het hele papier laten zien. Linda zegt, ik heb de journal gepimpt. Ja, de journal die is inderdaad heel leuk. Alleen ik vind hem van zichzelf ook al zo mooi. Kijk, ik heb deze dus gesneden. Dus die komt eigenlijk daarop.
En dan doe ik hem nog op dat graflaagje. Dus ik heb dat witte randje iets kleiner gemaakt, zodat we iets meer van het graf zien. Dan komen deze hierop. En dan komt deze hierop. Nou, die ga ik er vast even opplakken. Gebruik ik dit keer gewoon mijn lijm voor. Kan natuurlijk met tape, maar dit kan ook prima met lijm. Ik vind het dan ook zo leuk om die versiering te doen. Er zitten best wel wat vintage-achtige dames en heren in. En dat is wel aan mij besteed. Dat vind ik echt heel leuk om die op een creatie te verwerken. Kijk, dit is dan altijd wel het nadeel van designpapier. Dat je dan weer een mooi designtje op de achterkant hebt. Is dit wat ik denk dat het is? Oh, er wordt hier snel een oplader gebracht. Dat is echt heel lief. Hoezo, de lui staat beneden aan dus. Super fijn, dankjewel. Heel erg bedankt. Nou, kan ik sowieso met jullie meelezen. Zo. Ik ga hem heel even naar me toe, dat ik hem mooi recht kan doen. Papier kom je altijd tekort. Ja, dat is ook, hè? Oh, maar Jacqueline, snap ik ook, hoor. Soms is het ook fijn om eerst even naar die luister te kijken, toch? Even kijken, ik ga heel even spieken, want ik denk dat het gezichtsbedrog is, maar ik zit te twijfelen of mijn papiertje wel recht is. Ik denk dat het door de afmeting, ik ga gewoon even mijn liniaal pakken, of door de afbeelding komt. Ja, dat klopt. En hier, dat klopt echt. Ja, klopt echt, deze. Zeker omdat je de randjes hebt beïnkt. Dan lijkt dat soms zo. Nee, hierboven scheelt hij een millimeter. Dan ga ik toch even een nieuw stukje snijden, want daar kan ik niet tegen. Dan heb ik hem straks in mijn... Even in elkaar geplakt en dan denk ik, nee, dit is niet netjes. Is wat, hè? Moet wel netjes zijn. Wat een millimeter ook is dan, hè? En toch valt het me blijkbaar op. Kunnen jullie alle luis kijken vandaag? Of heb je wel een heel dagprogramma gevuld natuurlijk? Nou, normaal is in de demodag Janine natuurlijk om 10:30 live. Maar nu mocht ik de 10:30. Nou, gaan we die erop plakken. Dus we hebben weer een lekker divers aanbod vandaag. We hebben geprobeerd om een beetje de producten te verdelen wie wat gaat gebruiken. Sommige dingen worden natuurlijk gecombineerd. Maar ja, we gaan niet aan alles toekomen in 4 lives. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Nou, dan hebben we de basis eigenlijk al klaar. Dan doen we deze even op ons craft. En dan gaan we even de stenceltjes en de stempels erbij pakken. En dat vind ik leuk. Van de achtergronden die wat rustiger zijn, dat je die natuurlijk dan er nog bij kan pakken. Kijk, dit heeft meteen wel weer een andere uitstraling, hè? Helemaal leuk. Zo. Kijk, nou is mijn idee. Dan moeten we wel even goed kijken. Hier staat natuurlijk script op. Ik denk te zien, ja, dit is de bovenkant. Het lijkt wel Frans. Ik ga
na de live eens kijken of ik erachter kan komen wat voor een tekst erop staat. En deze ga ik op deze manier opbouwen. Dat hoeft natuurlijk niet exact op deze manier. Even kijken of ik goed in beeld ben. Misschien moet ik een beetje iets naar boven. Zo. Maar het is een beetje wat je zelf leuk vindt. Zo. En nou hebben we namelijk verschillende stencils. De ene is de barok. En volgens mij gaan de andere dames die ook al gebruiken. Dat is deze. Dat is de JMA VD Mask 266. En die andere zijn mijn ATC standjes eigenlijk. De standjes, stencils, de achtergrondjes. Superleuk ook. En dat is de JMA VD Mask 265. Nou is het wel zo dat je deze natuurlijk ook gewoon hierop kan gebruiken. Ik zag net dat iemand zei het lintje. Ja, inderdaad, ik had er een lintje tussen kunnen doen. Maar zo kan die ook prima. Wat trouwens nog steeds kan. Ik kan mijn lintje hier gewoon achter verwerken. Zal ik dat... Dat doe ik dadelijk wel even nadat we het stencil hebben gebruikt. Dan verwerk ik hem gewoon achter mijn framepje, noem ik het maar even. Even kijken, dan pak ik deze, die vind ik wel leuk. En dan gaan we dus met die Victorian Velvet een beetje op de achtergrond verwerken. Dat is eigenlijk ja, een beetje licht. Want ik wil dat het niet te opvallend is. Niet te veel moois. Nou Barbara, volgens mij hou jij ook wel van mooi papier. Dus misschien moet ik het papier zo dan nog even laten zien. Nou, ik ga gewoon hier en daar wat aanbrengen. Niet te strak. Zo. Nou hou ik ervan als iets altijd drie keer terugkomt. Alleen hoeft het niet allemaal in even grote hoeveelheden. Dus hier doe ik gewoon een klein stukje. Zo. Kijk, en ik laat hem even wat dichterbij zien. Ik denk dat het wel zichtbaar is op de camera. Maar die kleur die matcht echt wel goed bij het roze tintje. En dat vind ik wel leuk aan de collectie. Er zit natuurlijk roze in, maar er zit ook echt wel een beetje ja, dat paars in. En nu weten sommigen dat ik niet echt iemand ben die veel met paars werkt. Maar ik vind zeker die donkere kleur wel heel leuk combineren. En dat is natuurlijk met mijn voorbeeld ook. Daar heb ik het, doordat ik het met zwart heb gecombineerd. En het is echt dat hele diepe kleurtje, zeg maar. Dus dat vind ik wel een leuke combi. Oké, even kijken. Want dit gaan we natuurlijk niet helemaal meer zien. Maar daarom had ik hem ook aan de zijkanten gedaan. En dan pakken we nog eventjes de stempeltjes. Dus voor degenen die helemaal dol zijn op stempels, maar niet in de verleiding willen komen, moet even wegkijken. Maar dit is wel een favoriete set van mij. Ik vind ze erg leuk. Allemaal verschillende stempeltjes. Ja, deze kan natuurlijk niet ontbreken voor achter op ons ATC-kaartje. Zowel Jitske als Mariette, die hadden in de TT-groep gezegd, oh wat ontzettend leuk, ik heb alleen dit stukje Created with Nina's Mindful Art collectie gestempeld op een kaart aan de achterkant. En dat was natuurlijk ook een heel leuk idee, dus plak het af en dan kun je dat stukje er eventueel ook achter doen. Dus ook die is weer voor meerdere doeleinden te gebruiken. En dit heeft als nummer JMA VD stamp 611. Nu is het natuurlijk ook allemaal gelinkt. En ik vind het wel leuk om daar wat stempeltjes van te gebruiken. Ja, waarom niet hè? Pak ik heel even mijn stempelblok. Nou, kan eventjes, wordt even een iets grotere. En dan ga ik deze ook met de Victorian Velvet stempelen. Die kon je niet weerstaan van Siska. Nee, die is echt super mooi.
Echt, die gebruik ik echt graag. Zo, nou dit stukje valt natuurlijk weg. Daarom dacht ik net, ga ik hem een stukje eraf halen. Maar dat is niet nodig, want daar komt ons laagje overheen. En dan doe ik hem hier aan de onderkant. En dan wil ik hem aan deze kant nog een stukje. Ik draai hem heel even om. Want dan kan ik zien tot waar mijn stempeltje komt. Want ik wil hem niet op het witte. Nou, dan komt deze hier op. En dan ga ik die wat drukkere aan de linkerkant doen. Dan kan ik hier wat meer op verwerken met decoratie. Nou, dan gaan we het stempeltje dadelijk aan deze kant ook nog gebruiken. Maar dan pak ik eerst even mijn lintjes. En ik weet niet of jullie de presentatie van Janina hadden gezien. Er waren wat vragen van, goh, waarom zitten de lintjes nu om zo'n leuk labeltje noem ik het maar even. En niet in een doosje zoals de vorige keer. Dat hebben ze gedaan zodat hij iets goedkoper verkocht kon worden. Het is natuurlijk al een grote collectie. Nou, de meesten moeten keuzes maken, wat heel logisch is. Maar op die manier wilden ze de prijs iets lager houden. Dus dat is de reden. Deze heeft allemaal rolstinten en dat is de JMA VD RIP 06. En dan ben ik even aan het denken, is dan de paarse 04 of 07? Gaan we even voor jullie naar kijken. Dat is deze. Ja, die is RIB 05 op het eind. En ook hier zit dus en de organza lint in en de hemkoord in dezelfde kleurtinten. En dat bedoel ik met dat diepere paars. Nou, dan ga ik even kijken. Pak ik even mijn liniaal om te kijken. Wat is het midden? Dan zetten we daar gewoon eventjes een streepje. Even kijken. Oh ja, dat is zeker leuk om naar hobbywinkels toe te gaan. Hè? Dan kun je alles gewoon nog wat beter zien. Even kijken. Nee, dat klopt. Maar ik had deze bewust op die manier gedaan. Want ik wilde hangend, zeg maar. Thea zegt dat, denk ik. Ik heb even niet gezien precies wie het zegt. Even kijken. Dan is 10,5. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Nou, wat ik dan doe, ik pak even een stukje dubbelzijdig tape. En dan ga ik even kijken tot waar deze komt. Nou, ongeveer hier. Dus op het stukje van het streepje, daar plak ik gewoon een strookje tape. Zo. Doe ik hem eerst aan deze kant. Gaan we voor de lichte of ga ik voor de iets donkerdere? Iets donkerdere, daar valt hij iets meer op. Ja, oh, het is bijna 3 uur rijden voor jullie, Marion. Oh, dat is ook echt zo'n een stukje. Ja, wel herkenbaar. Ik leg hem gewoon vast even aan de achterkant neer. Ik hou hem wel even ruim, want dan kan ik strakjes goed knippen. En dan plak ik hem hier neer. Zo. Nou, en wat je dan kan doen, is ook aan de achterkant een tapeje. Omdat je... Als je het fijner vindt, dan leg je hem zo neer. En dan doen we daar ook een tapeje plakken. Op de achterkant ga ik hem uiteraard ook nog met papier verwerken. Dus dan komt ons designpapier er mooi overheen. En zo weten we zeker dat hij op de juiste plek zit. Nou, gaan we die even afknippen.
Zo echt mooi, hè, dat lint. Wel deze op de achterkant. Ik denk dat gaan we makkelijker redden in de live. Maar komt omdat ik nog wat moest snijden. Hè? Ik was er niet aan toegekomen om alles al gesneden te hebben. Dat was nog fijner geweest. Zo. Ja, het blijft altijd een feestje om dan naar een winkel te gaan, hè. Ben ik net zo'n kind in een snoepwinkel. Nou, dan hou ik hier even het lintje even goed vast, zodat hij mooi recht zit. En dan plak ik die wat lager dan de linkerkant. Kijk. Zo wel chic zo. Toch? Nou, doe even hier een heel snel strikje in, puur zodat hij even dicht zit. Ja, Jacqueline, dat vind ik ook hoor. Doosjes zijn zeker leuk. Alleen, uiteindelijk ja, gebruik je natuurlijk het lint. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het lint en het hemkoord wel altijd een hele toffe toevoeging vind. Het wordt dan wel meteen... ja, compleet, hè? Even kijken. En dan had ik hier nog mijn stempeltje. Kijk, hebben we toch nog ons lintje erop verwerkt, hè? Nou, deze ga ik ook even omdraaien. En zo stempelen. En hier komt dadelijk nog een frame overheen. En dan zat ik een beetje te denken, maar ik ga jullie mee laten kijken. Of dit cirkelframe er overheen leuk is. Of dat we voor een ander framepje gaan. Nou, ik vind het wel leuk om hier en daar toch nog wat cijfertjes te doen. Ik heb geen idee welke cijfers ik eerder had gebruikt. Dat vind ik wel speels. Alleen doe ik nu alleen de 4. Nou, en dan gaan we vast even ondertussen beginnen met het weggeven van het eerste pakketje. En daarvoor mogen jullie, als jij kans wil maken op een verrassingspakket, mag jij van mij doorgeven welk product jouw eerste aandacht trekt. Dus wat is op dit moment het product waar je het liefst mee aan de slag zou willen gaan? En dan kan ik kijken wie er allemaal gereageerd heeft. Er is dus geen goed of fout. En uit diegene ga ik een winnaar trekken. Ja, inderdaad, Chantal, kun je dat zien? Dat vliegje, echt waar. Ik heb de laatste tijd elke keer dat vliegje in een live. En Janine die heeft dat pas, had ze dat ook al een paar keer. Nou echt, en dan zie je hem de hele tijd voorbij vliegen. Kijk, als ik nu die cirkel stand, zoals ik met die paarse ook heb gedaan. Dan dacht ik eventjes een stukje leuk papier uit te zoeken. En dan moeten we daar natuurlijk een wat kleinere cirkel op maken. Nou, even spieken, want ik moet nog een grotere cirkel erbij pakken. Ik heb natuurlijk zoveel stansen in cirkels, dus even kijken welke maat. Ik weet niet meer welke maat ik de vorige keer had gebruikt. Dan ben je gewoon lekker bezig. Papier, de dame. Oh, Marion, ik ben zo benieuwd. Nou, ook wel leuk om te zien hoe jij hem dan zou kleuren. Kijk, deze is een mooie afmeting. Dus die kunnen we stansen. En dan vind ik het leuk om dat in een beetje een rustiger papiertje te doen. En dan daarin een afbeelding. Maar je hebt natuurlijk dit kleine blokje. Ik blader hem even een beetje door. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk al het een en ander gebruikt. Dus er zijn heel wat velletjes die er niet meer in zitten. Dit kant is toch ook geweldig.
Dat is echt super. Dit is dus het kleine paperpad. Hierachter zie je dus ook alle designs die erin zitten. En met dit velletje hier helemaal onderaan, daar ben ik in het groot, dus uit het scrap vellenpakket, nu mee bezig. Dit kleine blokje is de JMA VDDPP 139. Maar we hebben natuurlijk ook nog dat mix paperpad. Dat is JMA VDMPP als mix paperpad 140. En daar moet ik ook even wat van showen. Check dit vellum. Dit is toch net alsof je echt een kantje voor je hebt liggen. Nou, deze vind ik ook heel tof met die kleuren op dat vellum. Klokken. Ja, echt heel mooi. Daar ga ik ook snel wat mee doen. En er zit ook wat basispapier in. Dat vind ik heel handig. Leuke knipplaatjes. Maar er zitten dus ook van die leuke kaartjes in. En nou zat ik te denken, misschien kunnen we daar wel ons kleine cirkel uitstansen. En dan moet het natuurlijk wel een beetje bij ons roze passen. Dus deze dame zou kunnen. Kijk, daar past ons cirkeltje namelijk ook precies op. En dat vind ik wel een leuk idee. Nee, die is te paars voor het papier. Ja, ik ga voor die ene. Dan halen we deze er even uit. En dan kijken of die. Ja, dan moet ik net een klein stukje hem verder snijden. Ik snij dit heel eventjes gewoon netjes ervan af, want dan kan ik deze nog gewoon mooi sparen. En deze die doe ik dan ietsjes een stukje van het paars erbij afsnijden. Dan kan dit ook nog gewoon gebruikt worden, maar dan past die zeker vast het malletje er dan op. Dat is wel een leuke combi, denk ik. En dan nog even een basisstukje papier. Die gaan we daar uitstansen. Vinden jullie het fijner als ik het stansen heel even op mijn andere bureau doe? Want anders dan wiebelt het, denk ik, een beetje. Misschien lukt het op mijn schoot ook wel. Nou, deze die leg ik dus gewoon. Ik doe mijn stansje even een beetje naar boven. En dan kijk ik even, goh, hoe vind ik het leuk? Nou, dat vlindertje mag gewoon een stukje invallen, denk ik. Alhoewel, ik kan hem ook zo doen. Ja, zo doe ik hem. Dan hebben we ook nog wat van haar truitje. Nou, je kunt het vastplakken, maar zeker met dit stansmachientje kan ik het altijd wel goed vasthouden. Prima, stans maar. Oké. Ik zal snel doen. Ja, daar kunnen we niet om komen dat het dan. En ik vind het wel heel fijn. Ik heb gewoon een houder die ook aan mijn tafel vast zit. Nadeel is dat hij dan zo soms een beetje wiebelt. Maar het voordeel is dat ik dan nooit iets in beeld heb waar het op staat, zeg maar. Ja. Soms moeten we het doen met wat er is. Hè? Kijk, hoe leuk is dit? Zo wordt het toch al meteen weer heel anders, hè? Nou, ik vind het leuk als deze van die mal deze zijkanten dan aan de zijkant wijzen. Dan weet ik zeker dat die mooi in het midden zit. Dus mijn mevrouw, die komt ook zo rechtop te staan. Nou, halen we deze stansjes even aan de kant. En dan past deze er denk ik net niet doorheen. Dan doe ik deze even onder mijn stansmachine leggen achter mij. Mijn grote. Dus dan horen jullie me even, want ik heb een elektrische. Ah, daar kunnen we wat. Soms dan is het leuk om dat van tevoren allemaal al gestans te hebben, maar juist het kiezen is soms ook fijn om dat samen te doen, hè? Nou,
Nou, ik zit weer helemaal vol met spulletjes hier nu. Omringd met allemaal prachtige spulletjes. Het vlindertje kan je ook nog gebruiken. Ja, inderdaad. Zo is dat. En we weten ook weer van alles te doen met restjes, toch? Kijk, ik heb die ook weer met een beetje bruin beïnkt. En dan wil ik hem er eigenlijk zo op doen. Nou is de vraag aan jullie. Wat vinden jullie met het frame leuk? Dat ik die ook een beetje bruine randjes geef, zoals overal. Gewoon subtiel. Of juist het roze. Dan mogen jullie ook mee beslissen. En ik vind het wel heel leuk, want dit frame kunnen we hier nu heel goed bij gebruiken. Terwijl het natuurlijk eentje is die al best wel wat ouder is. Want die komt uit de Essentials. Maar ja, ik denk dat het al wel 2 jaar geleden is. Zeker wel, denk ik. Linda, dat worden veel. Oh, ik moet lachen om Joyce en Linda. Ik heb inderdaad bij de Romantic Moments toen in een... Dat was ook met een giveaway. Dat was best wel een originele geweest, Joyce, om dat nu weer te doen. Dat meisje heb ik Emma genoemd. En op een gegeven moment hadden dus jullie het allemaal in de lives over Emma. En dan dachten mensen, wie is Emma nou? Maar dat... Ja, had ik voor de winactie toen bedacht. Maar er worden inderdaad wel veel namen gegeven, hoor. Ja, heb ik nu niet als winactie bedacht. Dat is niet zo origineel eigenlijk, hè? Nou, jullie waren een beetje verdeeld met roze en bruin. Maar ik zag bruin als eerst. Dus vandaar dat ik voor het bruin ben gegaan. Zo, dan doen we die eventjes lijmen. Nou. Goed, en dan de tweede vraag voor de winactie. En dat, daar is wel maar 1 antwoord goed. Dat dan weer wel. Maar het is wel een beetje een lastige, denk ik. Want ik mag natuurlijk een tweede pakketje weggeven vanwege mijn verjaardag. Daar ben ik wel benieuwd of jullie kunnen gokken hoeveel jaar ik ben geworden. En dat is lastig, want ja, jullie kennen mij alleen maar van de lives natuurlijk. Maar doe gewoon een gokje. 1 vraag waar geen goed en fout op is. Nou ja, ik vind het ook niet erg als jullie in een ander getal roepen, hoor. Nou hoop ik dat degenen die mij echt privé kennen eventjes niet mee willen doen. Oh, mijn meisje zit niet helemaal recht. Even kijken. Want die hebben een voorsprong. Nou, de eerste vraag, Joyce, die was met welk product ze nu als eerste aan de slag zouden willen. Dus daar is geen goed of fout op, maar gewoon dat ze aan kunnen geven als ze meedoen. Carlijn zegt, ik weet het lekker. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want dat is mijn zusje, moet ik er dan even bij zeggen, om het jullie makkelijker te maken. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat jullie er aardig dichtbij zitten. Grappig. Nou, hey, maar Joyce, nou ga jij dus zeggen als DT-team, weet jij het dus eigenlijk niet. Want jij reageerde van, oeh, dit is een moeilijke. Ja, inderdaad. Creatieve handen. Ik weet jouw echte naam niet. Maar ik heb jou wel gezien en ik weet ook welk gezicht ik voor me moet hebben. Jij woont niet zo ver van mij in de buurt. Goed, we gaan lekker nog even opbouwen. Ik denk dat ik hem niet helemaal af ga krijgen. Maar ik heb dit... Ja, bloemetje heb ik nu al meerdere keren gezegd. Die zit er in 2 maten in. Namelijk, dat is deze... Ja, ik heb alle stansen in mijn envelopjes gedaan, want ik wil ze nog op magneetvellen doen. Maar ik dacht, dan hou ik ze nu goed bij elkaar en dan kan ik jullie de nummers nog goed doorgeven. Deze stanset, dat is de JMA VD CD 782. En ik zal hem er even uithalen.
Ik moet even kijken. Weet je het ook niet, Joyce? Moet ik mij nou zeggen? Ja, maar ik weet dat van jullie toch ook niet allemaal. Ik denk wel, heel eerlijk gezegd, dat ik net de jongste ben in het designteam. Maar het scheelt volgens mij niet zoveel. Dus misschien zit je dan... Maar daar gok ik, hè? Oké. Dit is dus dat kleine bloemetje. Maar er zitten dus twee maten in. Er zit een hele leuke klok in. Met, ja, eigenlijk... Ik moet dan altijd meteen aan een clustertje denken. Hier is een stans met blaadjes en een roos. En labeltjes, die zijn natuurlijk altijd superleuk om ergens achter te steken als decoratie. Dit is wel echt een favoriete stans van mij. Ja, ik ga gewoon eens even kijken wat ik wil doen. Wat ik dus wel veel doe, is deze bloemetjes. Maar volgens mij zijn dat er meerdere uit ons team die dat heel leuk vinden. Om die achter een soort toefje met bloemetjes en dergelijke te doen. En ik had al wel wat blaadjes gestanst. Die komen dus uit de Inner Peace stans. Maar ja, die gebruik ik gewoon superveel. En ik heb deze gestanst uit het papier van Tim Holtz, wat je kan schuren. Dat schuren had ik van tevoren al even gedaan. Want als je hem nu later nog gaat schuren, dan is het natuurlijk wel heel kwetsbaar. Maar dat zeg ik volgens mij iedere keer. We horen alleen je stemmen, niet aan je... Ja, inderdaad. Maar, een tipje van de sluier. Ik heb nog wel een jonge dochter. Niet dat dat alles zegt, natuurlijk. Maar, ik zal jullie verklappen dat ik niet... Ja. Ben onder de 50. Dan wordt het te makkelijk, hè? Ik vind het wel leuk hoe enthousiast jullie zijn. Mag je meerdere koeien gokken? Even kijken, ik vond het al heel wat dat ik wist dat je erg was. Meestal weet ik niet eens wat ik gisteren heb gegeten. Heel goed. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat het al meerdere keren goed is geraden. Dus er zitten winnaars tussen. Hartstikke leuk. Even kijken. We hebben dus blaadjes. Nou, ik vind het wel leuk als je aan beide kanten versiering krijgt. Nou zit ik automatisch naar links, maar ik kan er nu natuurlijk ook gewoon eens een keer aan de rechterkant gaan doen. Dan hebben we natuurlijk die hele leuke bloemen. Ik had die kleintjes hier al klaargelegd, maar ik zal de grote er ook even bij pakken. Nou heb ik die in mijn bakje met bloemen gedaan. Maar dit zijn de kleurtjes die erbij zitten. Ik heb nu niet alle bloemetjes gepakt. Maar we hebben ze dus in drie maten. In die kleintjes zitten hele kleine bloemetjes en één maatje groter. En dan hebben we dit formaat en nog een grotere afmeting. Ja, in de kleuren die natuurlijk bij papier passen. Nou heb ik deze een beetje bewerkt van kleur. Nou, dat kun je natuurlijk met alle bloemetjes doen. Even aan twijfelen of ik de... zeg maar kant-en-klare bloemetjes ga gebruiken of niet. Ik denk het hier aan deze kant wel. Dat ik dan er nog eentje naast doe. En ik wil nog wat touwtjes. Nou, ik zal... ik ga het zeggen. Ik zeg stop. Want dan kan ik na de live zien tot waar het doorliep. Moet ik alleen even jullie opnieuw openen. Want dat is altijd het laatste. Ik denk sinds 2 maanden op de iPad als ik reageer. Dan wordt het beeld heel klein. Goed. Nou, het is dus inderdaad al goed geraden. Linda vindt het een hele belediging. Nee hoor, ik vind niks een belediging. Want jullie zien het, zien mij helemaal niet. Dus het is ook een hele moeilijke vraag. Maar ik ben 35 geworden. Dus die heb ik echt meerdere keren voorbij zien komen. En dan ben ik natuurlijk wel benieuwd straks of ik goed zat. Maar volgens mij ben jij net iets ouder, Joyce. Maar dat weet ik niet zeker. Dus
Ik ga strakjes heel even kijken wie er allemaal gereageerd had. En dan wordt daar een leuke winnaar uitgekozen. Nou, ik ga even met het organza-lintje nog even een strikje maken. Nou, wat ik dan fijn vind is om het strikje te maken als hij nog niet afgeknipt is. Want dan weet ik wat meer hoeveel ruimte, of wat beter hoeveel ruimte ik nodig heb. En dan hoef ik natuurlijk ook niet zoveel weg te gooien, want dat vind ik zonde. Dan doe ik ze. Vingers een beetje aantrekken. Zo. Ja, zie, dan had ik het toch net goed. Nou, het scheelt allemaal niet zoveel, hè. Leeftijd maakt hem... Wat zegt dit, hè? Ik ben blij dat ik... Dat ik 35 mag worden. Dat is het belangrijkste, toch? Zo. Kijk. Nou vind ik het leuk om dat strikje hierachter te doen. Maar dan wil ik wel ook nog wat donkerder. Dus dan doe ik het donkerdere roze hemdkoord er ook bij. Ja, en zo kan ik eigenlijk altijd wel heel lang bezig zijn met hem opbouwen. Vind ik gewoon ontzettend leuk. Om er ja, het een en ander achter te stoppen. En dat komt ook natuurlijk wel door die leuke ja, achtergrondstandjes. Dan heb je gewoon veel mogelijkheden. Jij mag blijven, Janne. Nee, niet oud voelen. Het is de meer levenservaring je hebt, toch? Zeg ik nou iets heel sufs. Zo. Dat roze bloemetje vind ik net iets te roze. Dus misschien vinden sommigen van jullie dit wel heel erg zonde. Maar ik ga er een beetje bruine randjes aan geven. Dat hij een beetje meer leven krijgt. Wat ik dan ga doen is even een klein pennetje pakken. En dan ga ik die blaadjes even een klein beetje opbollen. Het is natuurlijk een papieren bloemetje, maar ze hebben in een zakje gezeten. Dus ik vind het mooi als die wat meer gevormd is. Oh, maar Anneke, ik kan je wel een hand geven hoor. Leeftijd zegt niet zoveel over het lijf, hè? Zo. Nou, die bloemblaadjes die ga ik natuurlijk ook nog een beetje opbollen. Maar daar hebben we allemaal geen tijd meer voor. Dus ik ga hem zo even een beetje neerleggen. Nou, al op het moment dat ik met mijn lijmpistool werk, kan ik altijd die andere bloemetjes er nog een beetje zo aan de zijkant bij doen. Dus ik denk dat ik dat nog ga doen. Dat vind ik wel leuk. En aan de bovenkant kunnen we wellicht nog wat plaatjes gebruiken. En hier kunnen we nog wat van die postzegeltjes tussen stoppen. En dan kom ik toch nog even net voor het eind met een extra blokje, of een extra leuk productje weer. Namelijk het duikenblokje waar al die leuke plaatjes in staan. Dat is de JMA VD DCP 141. Ik zal hem even een beetje doorbladeren. Kijk, en dat is wat ik bedoel met al die ja, mannetjes en vrouwtjes. Heel leuk. En hier hebben we dus, maar die hebben we ook nog in het knipvel zitten, van die leuke postzegels. Nou, dat groen is eigenlijk ook wel leuk erbij. En ik heb iets in mijn hoofd, maar ik weet even niet, zo'n, die, maar die heb ik al op. Nou, dan moet ik die straks even knippen, denk ik. Ik pak even de grote, zodat jullie een beetje kunnen zien wat ik bedoel. Maar ik denk dat ik die straks even uit het kleinere blokje ga knippen. Of straks. Van de week. Morgen misschien, want vandaag heb ik verder geen tijd meer om boven te zitten. Ik kan helaas ook niet met de andere luis meekijken. Misschien vanavond. Eventjes. Kijk, die wil ik dan in het klein, maar op deze manier
ga ik er dan wat dingetjes achter steken. Dat is een beetje het idee. Zo. Nou, deze zit nu een beetje voor de snoet, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Sorry van in het begin dat ik het nog moest snijden. Dat was misschien een beetje rommelig. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Dat jullie een beetje een beeld krijgen van deze prachtige collectie. Ik ga hier nog het een en ander tussen doen. Nou, zoals ik al had laten zien, ook hier heb ik die bloemetjes in mijn voorbeeld ook gebruikt. En dus ook het een en ander erachter gestopt. En dat is dus wel heel leuk aan die kleine plaatjes. En op het moment dat je dus wel het fijn vindt om met een lijmpistool te werken, dan kun je ze ook een beetje zo aan één kant vastmaken, waardoor die een beetje speels erachter zit. Er zijn heel veel leuke mogelijkheden met deze collectie. Om 13:30 is Joyce Jansen gezellig live. Zij gaat aan de slag met ATC's. En om 15:00 is Janine er. Die gaat onder andere met de waxseals aan de slag. Die heb ik helemaal niet laten zien. Oh. Ik had er een paar gemaakt. Ze zijn niet allemaal even mooi. Die hier nu liggen. En om 19:30 vanavond is Joyce Tresor hier. En die gaat ook iets superleuks doen met onder andere stempels en stencils. Heel kort nog even. Ik had wat van die waxseals gemaakt. Ik heb er nog meer hoor, maar deze lagen nu op mijn bureau. En ik vind het ontzettend leuk dat er ook bij passende wax is. Je hebt dus zo'n setje met een beetje die paars tinten en een beetje bruin. Ik zal hem open doen, dan kun je het beter zien. Dit is deze en dat is echt dat parelmoer. Dus het is maar net een beetje hoe jij daarop kijkt. Nou, dit is dus die dieppaarse. En dan heb ik hier nog de lila gebruikt. Maar je kunt de kleurtjes natuurlijk ook helemaal door elkaar mixen. En hier hebben we wat roze tinten. Ook met een beetje, ja, metallic wit. Het is niet echt wit. En dat bronzige. En dit is die lichtroze. En die heb ik in zo'n malletjeshouder gedaan. Alleen ik had hier net iets meer wax nodig gehad. Dus hij heeft net deze kant wat minder mooi gedaan. Maar dat is de onderkant. Dus we gaan hem gewoon gebruiken. En op het moment dat je denkt, hey, mijn waxstiel is net niet helemaal zoals ik hem wil, kun je hem natuurlijk gewoon weer opnieuw smelten. Hè? Dus dan doe je hem gewoon weer opnieuw warm maken. En dan wordt hij weer vloeibaar. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geniet van al die leuke lives. En aanstaande week ben ik er een keertje niet op de woensdagochtend, maar wel op de donderdagavond. En ook dan heb ik iets leuks bedacht met deze nieuwe collectie. Ik zie nog een vraag van Desiree. Ligt een beetje aan hoe groot ik mijn waxseal wil maken. Ik gebruik er 3 à 4. Zeker als ik helemaal in, zeg maar, opnieuw begin. Dan is mijn lepeltje als het ware leeg. Dan doe ik er 4 in. En daarna heb je altijd wat rest van je wax erin zitten. Als je hem niet schoonmaakt tenminste. Dan doe ik er 3 bij. Maar net als met deze, met die vorm. Dan had ik er dus wel echt 4 nodig gehad. Want dan vult hij die zijkanten. Waardoor die vorm erin komt gewoon wat mooier. Dus 3 à 4 per waxziel. Ik heb trouwens ook nog iets leuks uitgeprobeerd met die waxseals met het lijmpistool. Dus dat zal ik binnenkort ook eens laten zien. Genoeg ideeën. Ik ga jullie gedag zeggen en ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!